In Eindhoven is de tweede technische hogeschool van ons land nog geen jaar nadat minister Kals de eerste paal ervoor heide gereed gekomen. Op de officiële openingsdag wapperde trots de driekleur boven dit in recordtijd opgetrokken gebouwencomplex dat zeer modern van vormgeving is. In deze nieuwe technische hogeschool zijn verschillende naar de eisen destijds ingerichte laboratoria en werkplaatsen ondergebracht. De collegezaal is berekend op meer dan de 195 studenten die thans als eerstejaars staan ingeschreven. In de Philipsschouwburg werd de nieuwe TH door Hare Majesteit de Koningin in tegenwoordigheid van zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard officieel geopend. Nadat het koninklijk paar ontvangen was door professor De Quay in zijn kwaliteit van president-curator, was het de rector magnificus professor Durgelo die de koningin en de prins naar de grote zaal begeleidde. De koningin zei in haar openingsrede onder meer het volgende. Het is dan ook heden als met een zucht van verlichting. En het is met een gevoel van dankbaarheid ter wille van de tegenwoordige en toekomstige geslachten dat wij de opening vieren van Nederlands tweede technische hogeschool. De techniek is de moderne molensteen voor ons dagelijks brood. Het is met trots en met vreugde dat ik hierbij de Technische Hogeschool te Eindhoven geopend verklaar. De rector magnificus professor Durgelo hield een toespraak waarin hij onder andere wees op de betekenis van de nieuwe TH in verband met de noodzakelijke industrialisatie van ons land. En hij richtte zich speciaal ook tot de studenten. Mevrouw en mijn heren studenten. Voor een belangrijk deel ontleent een instituut van hoger onderwijs zin en betekenis aan hen die er onderwijs zullen ontvangen. Namens de Senaat van de Technische Hogeschool te Eindhoven heet ik u van harte welkom in onze hogeschoolgemeenschap. Na de plechtigheid begaven de genodigden, onder wie een viertal ministers en meester Jonkman, zich naar de Insulindelaan. Hier wachtte ook monseigneur Beckers op het koninklijk paar dat arriveerde voor een rondgang door de hogeschool. Geruime tijd vertoefden de koningin en de prins bij de in de hal opgestelde maquette. Begeleid door curatoren en professoren namen de vorstelijke gasten vervolgens een kijkje in de verschillende afdelingen. Het nieuwe paviljoen is het eerste deel van een groot gebouwencomplex dat binnen 8 jaar gereed moet zijn. Dan zal Nederlands tweede technische hogeschool naar men hoopt onderwijs kunnen geven aan 1000 studenten. Tijdens hun rondgang, waarbij ze onder meer een kort college volgden, konden koningin en prins een goede indruk krijgen van de wijze waarop in Eindhoven werd en wordt gewerkt om te voldoen aan de dringende behoefte tot uitbreiding van het technisch hoger onderwijs. Een behoefte die voortkomt uit de snelle bevolkingsaanwas van ons land en de daaruit voortvloeiende eis tot snelle industrialisatie. Dit is Eindhoven. Maar denkt u niet dat dit fabrieken of kantoren zijn? Het zijn de gebouwen van de Technische Hogeschool, die alle door overdekte wandelgangen met elkaar zijn verbonden. De officiële ingebruikneming van het hoofdgebouw en enkele laboratoria was voor de met vele groenen versterkte studentenwereld aanleiding om meester Bot
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, op een open wagen aan de grens van de gemeente in te halen. Pas 6 jaar geleden opende de koningin de eerste voorlopige behuizing van de Eindhovense TH. In de daaropvolgende jaren is deze tweede technische hogeschool in Nederland in een verrassend hoog tempo gegroeid. En men houdt er rekening mee dat nog aanzienlijke uitbreidingen moeten volgen. In het indrukwekkende hoofdgebouw, schepping van de architect-ingenieur van Emden, heeft minister Bot in zijn openingsrede, die door vele professoren en vooraanstaande industriëlen van Eindhoven werd aangehoord, onder andere het volgende gezegd. Na de Tweede Wereldoorlog immers is het beleid van de regering erop gericht geweest de industrialisatie van Nederland te bevorderen. Het gebrek aan bekwame ingenieurs zou daarbij niet de bottleneck mogen worden. Allen die aan de totstandkoming van dit indrukwekkende gebouwencomplex, dat ik hiermee voor geopend verklaar, hun krachten hebben gegeven, wens ik bij deze oprecht geluk met het bereikte resultaat. Dat allen die hier zullen werken, zul ik steeds mogen doen tot voldoening van hun gehele persoon en dat hun werk ten zegen zij van ons vaderland. De Eindhovense TH en haar professoren zullen de toekomstige ingenieurs gaarne met open armen ontvangen. Het tweede lustrum van onze technische hogeschool werd op 27 april gemarkeerd door de officiële ingebruikneming van het nieuwe auditorium. De opening van dit collegezalencomplex, waarin ieder uur ruim 2000 studenten van college kunnen wisselen, werd onder andere bijgewoond door prins Bernhard. De president-curator-ingenieur Witte zei in zijn rede dat aan deze hogeschoolgemeenschap 81 hoogleraren, 6 lectoren en 265 wetenschappelijke medewerkers zijn verbonden en zei vervolgens: sinds de zojuist genoemde gedenkwaardige datum van de 23 juni 1956 is onbegrijpelijk veel tot stand gebracht. Een somper stuk agrarisch terrein en moerasland is van gedaante verwisseld. Het is uitgegroeid tot een wijk van Eindhoven die het gezicht van de stad volkomen heeft veranderd. Een hogeschool is gebouwd van glas en van beton. Burgemeester Witte vervolgde: dit lustrum kan niet voorbij gaan zonder de naam te noemen van de minister die de grote motor is geweest achter de totstandkoming van onze technische hogeschool, minister Kals. Zijn naam zal onverbreekbaar aan deze instelling verbonden zijn. Hierna bespeelde Feike Asma het nieuwe orgel. Tot slot van de plechtige zitting zongen alle aanwezigen, begeleid door het Brabants Orkest, het Gaudiamus Igitur. Ter gelegenheid van dit lustrumfeest werd een dag voor de burgerij georganiseerd waarop zij een rondgang kon maken door de TH. Daarbij werden onder andere de afdelingen scheikundige technologie en elektrotechniek en de hal voor werktuigbouwkunde bezichtigd. Ruim 10.000 stadgenoten maakten gaarne van deze gastvrijheid gebruik. De snel groeiende omgeving van de TH krijgt steeds meer grootstedelijke allure, mede door enkele belangrijke verbindingswegen. Eind jaren 60 worden de voorlichtingsdagen bezocht door vele honderden middelbare scholieren en hun ouders. De voorlichting duurt de hele dag, zodat men zo volledig mogelijk met informatie gevuld wordt. Scholieren kunnen kiezen uit 7 opleidingen. De heer Spanjers, de echte 1000ste Eindhovense ingenieur. Het 1000ste ingenieursdiploma van de TH wordt in 69 uitgereikt door rector magnificus van Trier. De 25.000ste ingenieur studeert in de loop van 2006 af. Mejuffrouw Kalp wordt in de bloemetjes gezet. Zij is het 1000ste lid van de personeelsvereniging, die dan het 10-jarig bestaan viert.
Op het einde van de roerige jaren 60 komen studenten in actie rond de thema's democratie, inspraak en medebeslissingsrecht. De opkomst is massaal en er wordt eindeloos gediscussieerd door diverse geledingen. Uiteindelijk worden inspraak en medebeslissingsrecht van studenten en personeel erkend. De eerste hogeschoolraad wordt gekozen. Koer, Koolmees, Verduin. Er komen dus ook raadzetels voor studenten en technisch en administratief personeel. Op kerstavond 1969 wordt in het auditorium een kerkdienst gevierd. Daarna wordt in het nieuwe studentencentrum De Bunker een moderne kerstin gehouden. De kerstin staat open voor iedereen. Initiatiefnemer Ton de Wilde verklaart dat de organisatie hoopt de integratie tot stand te brengen. Tussen verschillende groepen welke normaal aan de rand van de maatschappij gesitueerd zijn, zoals studenten, buitenlandse arbeiders, ouderen van dagen, gehandicapten en dergelijke. Maar de derrière van mijn tante is nog krakender dan chips. In 1970 krijgt de DS-viering een cultureel tintje met een optreden van Bram Vermeulen en Freek de Jonge als Nederlands hoop in bange dagen. Ik ben de stoeariërs met een doodgewone mits. Maar de gek van derrière van mijn tante is nog krakender dan chips. Sport staat hoog in het vaandel bij de Eindhovense Universiteit. Vandaar een modern studentensportcentrum. Secretaris Harry Roemen verwoordt dat zo. Op het gebied van sport hebben we geformuleerd dat we willen beschikken over de beste universitaire sportvoorzieningen in Nederland. En natuurlijk vandaag, dames en heren, het kunstgras hockeyveld, onze jongste aanwinst. De Pakistaanse international Ahmed Shahbaz slaat het nieuwe kunstgras hockeyveld open. Jan Loorbach, chef de mission van de Nederlandse Olympiërs in Sydney, opent met een reuzenschaar het prachtige overdekte zwembad. Tijdens de huldiging van Olympische medaillewinnaars zegt secretaris Roemen: er zijn topprestaties geleverd en topprestaties, dat hoort ook bij onze universiteit. Niet alleen op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar zeker ook op het gebied van sport. Van harte gefeliciteerd. In Sydney 2000 behaalt roeier Dirk Lippitz zilver in de dubbel vier. En zwemmer Joost de Hoog verovert bij de Paralympics brons op de 400 meter vrije slag. In 50 jaar leert de universiteit veel bestuurders kennen. De rector Magnificus bekleedt de hoogste positie in de Ivoren Toren. Op het moment dat hij de keten om heeft gekregen, en hierbij is Hans van Duin op deze dag rector geworden van de Technische Universiteit. Als je weggaat, steekt de vlag uit, is ook eigenaardig eigenlijk. Zie je niet? Collegevoorzitter Henk ter Hegen neemt in 1995 na zo'n 20 jaar afscheid van zijn universiteit. Tijdens een slotwoord geeft hij de toehoorders een waardevol advies. Maak u sterk voor deze universiteit. Vergroot haar vermogen door het genereren van nieuwe kennis en het overdragen daarvan. De kernopdracht van de universiteit. Dank u zeer, dames en heren. Oké, ik zou zeggen, we tellen weer tot drie. En dan gaan deze sterke heren even wijzen dat jongens echt sterker zijn dan meisjes. 1, 2, 3. Kom op, trek hem maar. Kom op. Het gaat nog niet echt lukken hoor. Wow! Wil je mensen warm krijgen voor techniek, dan zul je jong moeten beginnen. Soms heel jong, zoals hier bij het robotica-project. Duizenden leerlingen van basisscholen maken op de TU kennis met de wondere wereld van de robot.
De Technische Universiteit Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare spin in het regionale high-tech web. Eindhoven en omgeving manifesteert zich als dé nationale brainport en als internationale speler op het veld van toptechnologie. Op de TU zijn onderzoek en onderwijs nauw verweven. Ze kunnen gezien worden als schering en inslag. Technisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van energie komt in 1979 in het nieuws. In het NOS-journaal kwam Rietjens aan het woord over het magnetohydrodynamisch onderzoek. Kortweg aangeduid met MHD. Dat is een heel eenvoudig fysisch principe. Er stroomt een heet gas door dit kanaal. Daar wordt een magneetveld omheen gebouwd. En in dit kanaal kunt u rechtstreeks elektrische energie opwekken. In dit model zal 1 miljoen watt aan elektrisch vermogen worden opgewekt. Het belangrijkste punt is dat door deze combinatie het rendement van de elektriciteitsproductie aanmerkelijk kan worden verhoogd. U kunt ongeveer zeggen van 38% nu tot in de toekomst 55%. Het Centrum voor Lage Energie-Ionen Verstrooiingstechniek wordt in 1996 in gebruik genomen. De industrie kan voor research gebruik maken van de binnen de TU vervaardigde Calypso. Dit apparaat geeft informatie over de buitenste atoomlaag van materialen. Calypso is maar liefst 1000 keer nauwkeuriger dan bestaande apparaten. Volgens professor Hidde Brongersma, de geestelijk vader van Calypso, staat de universiteit klaar voor de industrie. TU-onderzoekers pakken samen met hun collega's uit de industrie ingewikkelde vraagstukken aan. Professor Van Santen voor zijn onderzoek op het gebied van de katalyse. Rutger Van Santen ontvangt uit handen van minister Jo Ritsen de Spinoza-premie 97. Ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Deze prijs is een eerbewijs voor baanbrekend werk en een stimulering voor verder onderzoek. Belangrijk en gewenst product in Nederland en voor veel mensen zijn benzine of diesel, grondstoffen voor het rijden van auto's. Die worden gemaakt uit olie. Als u olie zou distilleren zonder katalyse, krijgt u een heel klein beetje benzine en heel veel gas. En het gebruik van katalysatoren in de grote olieindustrie zorgt ervoor dat deze olie juist een hele grote efficiëntie naar deze gewenste producten wordt omgezet. Enkele jaren later, in 2001, wordt professor Meijer onderscheiden met de Spinoza-premie. Op dat moment kon ik me niet realiseren dat ik minder dan 10 jaar daarna hier een lezing zou geven voor de Spinoza-premie. Bert Meijer wordt in 2004 aangesteld als universiteitshoogleraar, de eerste voor de TU. Hij is een van de architecten van de macro-organische chemie. Ja, ik voel me eigenlijk een soort architect, een moleculair architect. En die ontwerpt grote bouwwerken van vele tientallen nanometers groot. En die wordt molecuul voor molecuul opgebouwd. Natuurlijk gaat het niet alleen om de structuur, maar ook om de functie. En hier zien we bijvoorbeeld de moleculair bouwsteen die moet leiden tot een organische zonnecel. Nou, het belangrijkste van de prijs is natuurlijk het geld. Dat gaan we gebruiken om het bestaande onderzoek te versterken en uit te bouwen. Niet alleen organische moleculen voor elektronica, maar ook biomedische toepassingen van hele grote moleculaire complexen. En we gaan verder met een nieuwe klasse van polymeren die we zelf hebben ontwikkeld. Bioengineering wordt wel de wetenschap van de toekomst genoemd. Protheses, die nu nog van kunststof zijn, worden straks van natuurlijke materialen gemaakt. Hoogleraar biomedische technologie Frank Baaiens antwoordt op de vraag: wat is tissue engineering? Tissue engineering is het manipuleren van een verzameling van cellen zodat we uiteindelijk een levend weefsel overhouden. Denk daarbij aan een spier, een bloedvat, een tussenwervelschijf, een hartklep of misschien zelfs in de verre toekomst wel aan een compleet hart. We doen dat door cellen te cultiveren, ze te plaatsen in een scaffold. Dat is een dragend materiaal dat biodegradeerbaar is. Vervolgens plaatsen we dat in een bioreactor en uiteindelijk hopen we daarmee een compleet levend weefsel over te houden. Denk bijvoorbeeld aan een hartklep. De TUE heeft belangrijke onderwijsvernieuwingen ingevoerd.
Zo staan notebooks met bijbehorende software klaar voor alle studenten. In Europa is de TU de eerste die dergelijke computers universiteitsbreed beschikbaar stelt voor studenten. De TU heeft één onderwijsconcept. Ontwerpgericht onderwijs, oftewel OGO. Vanaf het eerste jaar zoeken studenten naar relaties tussen verschillende stukjes kennis. Studenten werken samen in kleine groepjes. Ja, of het lampje uiteindelijk doet. Ja. Ze ontwerpen nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Daarbij gaat het om het combineren van kennis uit verschillende vakgebieden. Temperatuur sensor. Warm maken. Aan mijn hand is wel warm genoeg, denk ik. Ja, die werkt ook. Ja, hij werkt. Lampje gaat mooi knipperen. Zoomertje begint. Ja. In de loop van de jaren is de TU gaan samenwerken met universiteiten in binnen- en buitenland. Een recent voorbeeld hiervan is de samenwerking met de National University of Singapore. Op de TU campus is gevestigd het Design Technology Institute, kortweg DTI. Een gezamenlijk instituut voor onderwijs, onderzoek en kennistransfer op het gebied van technologisch ontwerpen. De TU en Tuna muziek horen bij elkaar. Eindhoven wordt regelmatig op zijn kop gezet door een groot internationaal Tuna festival. Ik zou eigenlijk ontzettend graag met jullie mee willen zingen. Maar dat kan niet, want ik studeer hier niet meer. De TU muziekgroepen Tuna en Tuninja spelen en zingen in 92 een cd vol volgens de beste Tuna-tradities. Het eerste exemplaar van de cd Ingenieros wordt aangeboden aan Frits Philips. De grootste en oudste fan van de muzikale studenten en studentes. De TU beschikt over een van de beste roeiaccommodaties in ons land. Drie Olympische roeiers van Theta verrichten samen met Philips-president Gerard Kleisterlee de opening van de nieuwe aanwinst voor de roeisport. De universiteit krijgt ook te maken met calamiteiten. Zo breekt in 1994 twee keer brand uit. Eerst bij het kinderdagverblijf De Tuimelaar door brandstichting. Later dat jaar veroorzaakt kortsluiting in een ventilatormotor brand in het auditorium. Er was meer dan een dag nodig om de brand te blussen. Ja, de boot kan wel werken. Stellig. Na een complete renovatie wordt het auditorium weer in gebruik genomen. Op de TU-campus wordt gesloopt en gebouwd. Er verrijzen diverse nieuwe gebouwen. Dames en heren, vuur van verandering, vuur ook om muren te slechten. Zo verhuist scheikunde naar Helix. Onderwijsminister Jo Ritsen verricht de explosieve opening. Een tijdje later zorgt Herman Brood voor een kleurrijk interieur bij een van de scheikundelaboratoria. Appie! Bouwkunde vindt nieuw onderdak in Vertigo. Franse alpinisten dalen van het dak van Vertigo af. In het atrium voeren acrobaten een duizelingwekkende show op. Opnames vanuit de webcam.
directeur bedrijfsvoering Herman Rikhof doet in sneltreinvaart het bouwproces nog eens over. TNO Industrie vestigt zich op de TU Campus. Koningin Beatrix opent de nieuwbouw van TNO. In 2000 wordt het kunstwerk Flying Pins op spectaculaire wijze onthuld. De TU is medesponsor van dit dynamische beeld dat de kop van de Kennedylaan siert. Studenticoze activiteiten scoren diverse keren met vermeldingen in het Guinness Book of Records. De grootste spelcomputer heet Hotballs. In 1995 spelen niet minder dan 195 kinderen tegelijkertijd dit computerspel. Goed voor een wereldrecord. In het Philipsstadion vormen zo'n 1000 kinderen de grootste menselijke computer. De werking van een computer wordt nagebootst. Nullen en enen zijn nu gelijk aan paraplu open of paraplu dicht. Ook dit record haalt het Guinness Boek. Fietsenmakers worden ze wel genoemd. Werktuigbouwkundige studievereniging Simon Stevin voegt de daad bij het woord en bouwt de langste fiets ter wereld. Het gaat gewoon enorm goed. Zijn er nou werktuigbouwers of niet? Met ruim 47 meter scoren de studenten een nieuw record. De faculteit bouwkunde viert het zilveren jubileum met het uitvoeren van een spectaculair bouwproject. 250 bouwkundestudenten werken onder leiding van een kunstenaar een dag en een nacht aan een bamboetoren. Jullie moeten de tijdraad wel goed strak houden. Uiteindelijk bereikt de toren een hoogte van 30 meter. De toren straalt de kracht van techniek uit. Een jaarlijks terugkerend evenement is het cultuurfestival Virus. Virus trekt duizenden mensen naar de TUE. Voor veel kunstenaars vormt de campus een mooi podium. De beste technische universiteit in Europa. Dat is de TU Eindhoven. Uit een onderzoek in 1998 van het Duitse magazine Der Spiegel blijkt dat de Eindhovense universiteit aan de top staat van Europese TU's. Burgemeester Welschen. Burgemeester Rijn Welschen van Eindhoven heet de ruim 1000 nieuwe eerstejaars welkom op het Stratums Eind. Het horeca-uitgaanscentrum van Eindhoven. Dames en heren, Eindhoven is hartstikke trots op de universiteit en op zijn studenten. En we hebben ze keihard nodig.